De 59-jarige Marcel Fong-Tin-Yun, die woensdag betrokken is geweest bij een schietincident aan de Poseidonstraat, is gisteren in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo overleden. Het levenloze lichaam van de 62-jarige Aifi Hirasing werd achter het stuur van haar voertuig aangetroffen. Naast haar zat Fong-Tin-Yun, die ernstig verwond was aan het hoofd. Hij werd in kritieke toestand per ambulance afgevoerd naar de spoedeisende hulp van het Academisch Ziekenhuis, waar hij gisteren kwam te overlijden. Beide lijken zijn na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie voor obductie in beslag genomen. De afdeling Kapitale Delicten onderzoekt deze zaak verder.